Oude beelden van een brand afgelopen voorjaar bij een Eindhovens bedrijf dat oude batterijen verwerkt. Dit soort branden kunnen snel verleden tijd zijn. Tenminste, als het aan studententeam Core op de TU ligt. Zij bedachten daar dit apparaat dat niet alleen veiliger is, maar ook een stuk beter voor het milieu. Hierbovenin gooien we eigenlijk een zoutoplossing bij. En ons e-waste met daarin de batterijen, die gaan allemaal in dit blok. Dit blok zit onder water met die zoutoplossing dus. En hier zit eigenlijk een blok met heel veel grote messen. En al het materiaal dat erin gaat, dat wordt zo verpulverd. Anders dan de traditionele afvalverwerkers werkt het apparaat van de TU dus met zout water. Dat heeft twee grote voordelen. Het heeft eigenlijk twee effecten. Allereerst kan de temperatuur niet zo hoog oplopen, omdat het natuurlijk in een bak met koud water zit. En ten tweede, dankzij die zoutoplossing worden die batterijen direct ontladen. Na de vermaling met het zoutwater blijft dit papje over, dat na droging gebruikt kan worden voor nieuwe producten. Er zitten heel veel kostbare stoffen in, nikkel, kobalt, noem maar op. Dat is uiteindelijk het hele doel, om dat dus niet meer uit grond te halen, maar gewoon hier eigenlijk uit de afvalstroom te halen. Inmiddels hebben meerdere grote afvalverwerkende bedrijven belangstelling getoond voor de uitvinding van de TU-studenten.